Goedemiddag allemaal. Dit is het moment dat het tweede chocoladereceptje eraan komt. Is dat heel gevaarlijk te zwaaien met dat mesje? Ja, maar ik wou even laten zien dus. In dit receptje gaan dadels in plaats van suiker. Oh. Ik ga brownies maken. En in brownies moet een insane hoeveelheid suiker. Dat is echt niet goed voor een mens. Maar ik heb dus een receptje gevonden, jaren geleden al. En dat heb ik gaandeweg een beetje aangepast naar mijn eigen stijl. Zoals gewoonlijk. En daar gaan dadels in. Niet alle suiker kun je vervangen, want dan krijg je niet hetzelfde effect. En ik wou dus even laten zien met het beroemde mesje. Soms zitten in de dadel nog de aanhechting van waar die aan de tak vast zat. Dat haal je eruit, want dat is hard. Dat wordt nooit zacht, wat je er ook mee doet. Dat is niet lekker. Mm. Ik gebruik medjool dadels. Dat zijn de beste. Die kun je bij de Turk krijgen. Kleine stukjes, als je geen medjool kan vinden of je vindt het te duur, dan neem je die andere. Maar die zijn heel hard, dus die moet je langer laten weken. Deze zijn zo zacht als je het moet hebben. Oké, dat was wat ik eerst wilde vertellen. Nu gaan we de ingrediënten opnoemen van de brownie. Een vierkante bak. Hier haal je 9 stukjes uit. Heb je feestje, dan neem je gewoon dit recept keer 2. Heb je 18 stukken. Het is hartstikke machtig, dus die 9 stukken, dat is echt... Het is heel lekker, maar dan heb je echt wel genoeg hoor, is onze ervaring. En dan 225 gram poedersuiker, toch nog hè. 175 gram dadels. 125 gram, in dit geval, melkchocolade kalets. Dus de tweede, zoals ik al zei, je kunt ook puur of wit nemen. Dat is allemaal inwisselbaar in deze receptjes. 150 gram bloem. 100 gram cacaopoeder. 100 gram boter. 3 eieren. Een halve koffielepel bakpoeder. Een koffielepel baking soda. Ik heb even een pakje laten staan. Dat ziet er zo uit. Tegenwoordig heb je dat wel in de supermarkt. En anders zeker in de toko. 100 milliliter kokend water. Dat ga je op die baking soda gieten. En dat giet je dus op de dadels. En een drupje vanille. Extract, geen essence. En als je dat niet kunt vinden, of je hebt het geld er niet voor over, neem je een zakje vanillesuiker. Nou, en dan is het niet een kwestie van mixen, dat hoeft eigenlijk niet. Het is meer een kwestie van doorroeren. De oven heb ik aangezet. Tenminste, dat dacht ik, maar kijk tegenaan. Oh nee, hij staat nog niet op het aantal graden, 180 graden. Dames en heren. En... Nou, dan ga je dit gewoon een beetje mengen. Dit ga je prakken. Zie, dat is al vrij zacht. En dan met die zuiveringszout wordt het in no time een papje. Met een papje, zeg maar. Ja, dat is de bedoeling. Ik laat het gewoon even zo staan. Een minuut of 10. En dan ga je rustig die dingetjes om de beurt door elkaar mengen. Zoals gewoonlijk eerst de natte delen en dan de droge delen. Ik heb zouten boter genomen, doe ik altijd. Als je het niet doet, een beetje zout toevoegen. Snap je? Ik snap je. En dan, het ziet er zo uit. Niet zo smakelijk, maar... Ja. Het is wel smakelijk. Een soort moesje is het geworden. Dus dat gaat hierin. En dan gaan de droge delen erbij. Bakpoeder. Poedersuiker. Je kunt ook gewone suiker nemen. Mist. Maar mijn ervaring is dat je toch altijd een beetje iets korreligs houdt. En die verbrandt ook sneller, lijkt het wel. Het is een beetje... moeilijk om precies de goede hoeveelheid minuten in de oven te hebben.
ik zeg ongeveer een half uurtje, maar je moet erop letten, want de chocolade. En als je het lager doet dan 180 graden, dan wordt die gewoon niet gaar. En doe je het hoger, dan verbrandt die heel snel. En juist die suiker verbrandt. Dan wordt die bovenkant zo donker, dat je denkt, nou, dat kan niet eetbaar zijn. Wat een brokken, hoort ja, zo. Ja, dat hoort zo. Oh. Daarom hoef je het ook niet te mixen, zit daar niet over in, want dat komt allemaal goed. Dat is goed. Bloem, qua bloem is het wel een goed receptje. Er zit bijna geen bloem in. Cacao. En als allerlaatste de chocolade van Callebaut. Wil je niet dus krijgen als we 1100 abonnees hebben. Melkwit en puur, de prijswinnaar. Moet je die niet smelten? Nee, bij dit recept dus niet. En ik zal je vertellen waarom. Dit, die stukjes, die gaan wel een beetje erin op. Want het wordt natuurlijk warm. Maar je houdt het ook een beetje als stukjes. En dat is zo lekker. Zo'n stukje chocolade wat een beetje smelt er nog in die cake. Oh ja. Heerlijk. En er zijn ook mensen die doen er noten in. Dat kan natuurlijk. Daar hoef je het recept niet voor aan te passen. Maar ik doe het nooit, want ik vind het gewoon niet zo lekker. Maar heel veel mensen vinden het wel lekker. En als je dat daar een van bent, moet je het ook vooral gewoon lekker doen. Doe wat je leuk vindt. Ja, dit ga je zo doorroeren. Het heeft hetzelfde effect een beetje als die ganache van het taartje de vorige keer. Het wordt een hele vaste substantie. Het hoeft niet klontvrij te zijn, want je hebt die velletjes van die dadels. Je krijgt dat nooit helemaal glad. Zit er niet over in. Hoppa. Chocolade bij. En die hoef je echt alleen maar even zo door te roeren. En dan gaat hij in de vorm. Dat is snel. Ja. Gaat goed, hè? Oh ja. Dat is leuk als je niet hoeft te mixen. Dan ben ik zo klaar. Het is nog vrij dun, dus het loopt ook gelijk uit in de vorm. Je kan het een beetje schudden. Ik doe wel een bakpapiertje, want anders komt hij er misschien niet goed uit. Nou, en dan gaat hij in de oven ongeveer een half uurtje op 180 graden in de gaten houden. Als hij in het midden nog een beetje zacht lijkt, dan is hij goed. De buitenkant komt een beetje los van papier en is dan gaar. En in het midden nog een beetje. Je voelt het, je drukt met je vingers erop. Ik zal het zo wel laten zien. En dan beetje is hij klaar. Beetje sponsig. Ja, zoiets, ja. Oké. Okay. Nou. Hij is klaar. Hij is klaar. 35 oh, is minuten. Mooi. Heeft hij erover gedaan. Het ruikt hier ook een beetje chocoladeachtig. Dat is ook wel een goed teken, ja, als je hem gaat ruiken. Oh ja, ik zal even laten zien hoe die in het midden is. Ja. Kijk, wacht. Ik zal eens even kijken hoe die... Close-up. Och, man, het is net een spons, hè. Ja, en hier is hij dan iets fermer. Oh. Dat is dus normaal. Kan ik er ook een vinger in prikken? Wil je dat? Doe nee, maar ook. Nee. Je moet hem even af laten koelen natuurlijk, maar kijk, door de bakpapier gaat hij er nu super makkelijk uit. Oho. Kijk dan. Kijk, alsjo. En hier zitten dus die stukjes chocolade. Man. Zie, die zitten daar nog in. Lekker, ik denk dat je erin knijpt dat de chocolade eruit loopt of voorzitter. Ja, dat? Zoiets. Kijk, en dit is dan door de suiker. Iets harder. Lekker hard. En zo moet hij zijn, dames en heren. En je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat het geweldig is met een grote dot slagroom. Oh ja. Maar die hebben we niet in huis. Oh, dat is jammer. Dus dat doen wij vandaag niet. Die zit misschien wel in de Too Good To Go box. Oh ja, dat moet ik nog zeggen. Straks, ja. Dus nu aan het eind van het filmpje in plaats van aan het begin, gaan we Too Good To Go ophalen. En we hebben een nieuwe deelnemer. Komt eraan hoor. Oké. Okay. Ik ben bij voorbaat al tevreden. Oh. Dit is een nieuwe deelnemer en dit is mijn eigen supermarkt waar ik het meeste heen ga. De supermarkt naast mijn werk, de Hoogvliet. Die kent jou. Ik ben ontzettend blij mee dat hij ook meedoet. Dank u wel, meneer Hoogvliet. Heb je nog gehoord hoe lang ze al meedoen of waarom of zo? Deze week, ik heb hem niet gesproken. Het was allemaal natuurlijk door die coronatoestanden, jongens. Oh, ja. Er was een ja. pad en dan moest je in en moest wachten tot daar niemand meer was. En daar gaat de kat aan de haal met het diertje van de kat. Jouw huis. Oeh. Nah. Anyway. Of zo, daar die vinden we wel speels. Ja. Daar gaan we. Ik heb twee tassen gekocht. Ook 4,99 net als bij de Jumbo.
Bij de Hoogvliet, dat wist ik niet al, prijzen ze ook eerst af. En gelijk hebben ze, voordat je 4-3 dagen voor de datum, kun je dat natuurlijk nog met korting verkopen. En als dat niet lukt, komt het dus kennelijk in die tas. Duidelijk. Dus de dingen zijn afgeprijsd. Ik weet niet precies wat ze dan eigenlijk gekost hadden. Zijn jullie er klaar voor? Ja, mevrouw. Ontbijtkoek. Ontbijtkoek. Met kandijden bovenop. Waarom heet het eigenlijk ontbijtkoek? Lekker. Ik ontbijt nooit met zo'n koek. Nou, wij hebben een vriendin in Zwitserland. Dat? Die doet dat wel iedere dag. En die mist die ontbijtkoek heel erg, want daar hebben ze dat niet. Hmm. Kijk, dit is leuk zijn. Een sandwich voor als je morgen naar je werk moet. Oh, wat leuk. Neem ik al mee als ik naar boven ga, naar kantoor. Ja, precies. En nog een bakkersartikel. Even kijken hoor. Oh, wacht, andersom. Een appeltaartje. Toppie. 3 kleine puntjes, appeltaart. Oh. Nou, dat kan je natuurlijk nog invriezen. Naast de brownie, ouwe. We hebben zo ontzettend veel. Oh man, hou op. Dit is ook lekker, koffiebroodje. Wat verdikkie. Die neem ik wel mee naar lezen. Die lussen de ouders wel. Vierde baksartikel. En nu zie ik ook iets leuks aankomen. Verse patatjes. Oeh. Kun je ook invriezen. In de frituur. Geen enkel probleem. En, oh ja, zo'n fijne kant-en-klaar maaltijd. Ja, vind je dat fijn? Nee, eigenlijk niet. Maar kan ik ook wel mee in de lezer nemen. Dit is, even kijken hoor, of ik het kan lezen. Het is een stoompotje. Het is met zongedroogde tomaten. En in het midden een gehaktbal. Hmm. Het lijkt me andijvie, maar het zou ook boeken. Nou, ga meenemen naar lezer, zeg ik. Ja, hè? Andijvie. Niks voor Martië. Mooi. En een maaltijdsalade. Tonijn. Dat is wel mooi. Niet slecht. Die kunnen we morgen tussen de middag opeten. En een flesje melk. Nou, dat is natuurlijk altijd goed voor de cappuccino. En... makreel. Oh, forel. Gerookte forelfilet. Je moet de bril op gaan zetten. Ja, nou, deze zie ik dan gewoon. Het is een hele grote net. Oké. Maar het is lekker. Kun je ook heel goed in de salade doen. Zeker. En dit is zo gevacumeerd, jongens. Echt. Geen probleem, hoor. Kijk nou, sokken zijn als laatste. Oh, dat was. Appels. Nou, dat is toch ook leuk. Pieren. Zo'n fruitschaaltje verkopen ze altijd. Oh, lekker. Peer, een appel en een banaan. Ja, goed. Ik ben er blij mee. Nou, ik ook. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 artikelen. 50 cent per stuk. Geweldig. Ik vind het ook. Nou, doe er nog maar één. Goed, we gaan gelijk door. Oh, voor de afwisseling. Frietjes. Airfryer staat erop. Ja, dat geeft niks hoor. Dat kan ook in de oven. Oh. Ik zit er niet over in. Heb ik wel eens vaker geprobeerd. Dat is niet erg, want die vriezen gewoon ook in, hè? Hier zit ook melk in. Dus dat wordt wel een beetje doordrinken. Want wij drinken geen melk. We doen het alleen in een cappuccino. Maar goed, we moeten even kijken. We nodigen gewoon 3 mensen uit de bak nog. Hé, hey, jongens, hou ze op. Ja, of ik maak er iets mee. Pannenkoeken of zo. Oh ja. Groente. Slamix. Kan bij de maaltijdsalade. Die is voor 2 een beetje weinig. Maar met dit erbij is het denk ik. Ja, of die slamix met die makreel of zo. Kan ook. Oh. Ja, hallo. 2 varkenshazen. 2? 2. Zo. Mooi, hè? Ja. Zeker. Vind ik echt mooi. En een toetsie. Die vinden we meestal niet lekker. Gorte pap. Oh, fantastisch. Fantastisch. Is ook iets voor je vader. Gaat ook naar de vader, ja. En nog een kant-en-klaar maaltijd. Bij deze zie ik dan meer zitten. Dus met... ik kan het echt niet lezen. Die zit met boontjes en paprika. Oké. Met kleine stukjes vlees. In ieder geval geen stamppot. Mm-hmm. Nou, dat is het. Dus deze heeft iets minder, maar je hebt natuurlijk die hele dure varkenshaas erin zitten. Zeker. Hè? Dus dat telt dubbel. Nou ja, nog 2, 3, 4, 5, 6 artikelen. Ja. Oh ja. Die varkenshaas, wat kost die varkenshaas normaal? €7,80. Ik bedoel maar. En nu alles samen voor €5. Heel goed. Goed, hè? Ja. Ik ben er blij mee. Dank u wel, meneer Hoogvliet. Dank u wel. Was weer een stukje. En, ik moet nog even zeggen. Oh. We hebben een soort poll opgenomen afgelopen zaterdag voor het koken in oorlogstijd. Oh ja. Naar aanleiding van het kookboek van mijn oma Zalige. En er zijn 55 mensen voor en 2 mensen tegen. Dus we kunnen wel zeggen dat het vrijwel unaniem
een goed idee bevonden wordt. Dus gaan we doen, Martie. Oh. Dus we nemen morgen of overmorgen een extra video op. Met Omi, zeg ik. Met Omi. Nee. Nee? Ja. Dat is tenslotte een kind van de oorlogstijd. Oh ja, ja, dat we die filmen. Ja. Ja, dat zou kunnen. We kunnen niet samen koken. Dat zou ik het liefste doen, maar dat kan nu niet in deze tijden. Maar dan, want we moeten boodschappen naar de brengen, dus dan kunnen we wel even een filmpje met haar opnemen. Precies. Dat is ook leuk. Kan zij vertellen hoe het was? Ja. Zij had tenslotte brandnetels. Ja, zij heeft het allemaal meegemaakt. Ze was nog jong, maar... Oké. Okay. Nou, dus dat gaan we doen. En heel erg bedankt voor het kijken. Heel lief als je wil abonneren. We staan een beetje stil momenteel, maar we gaan gewoon door voor de prijs van bewegen. 1100. En dat is dus die chocolade waar we vandaag het tweede receptje van gemaakt hebben, de brownie. Heel leuk dat je enthousiast bent en blijft. Dat doet me heel erg goed. En Smartie ook. En graag tot morgen of overmorgen. Doei.